Zo. Oh! Jullie zijn er al. Ja, ik ga me eventjes goed zetten in mijn tent. Ik heb zelf een tent met lakens gemaakt. Dat is superleuk. Moet je ook eens proberen. Oké. Oké, ik ben klaar. Het is bijna bedtijd. En als het bijna bedtijd is, is het eigenlijk ook wel verhaaltjestijd. En daarom heb ik een heel leuk verhaaltje voor jullie uitgekozen. Donkere nacht van de ziel. Het is ook wel een beetje een griezelig verhaal, dus wees maar gewaarschuwd. Donkere nacht van de ziel is gebaseerd op het originele Ierse volksverhaal van Jack O'Lantern. En gaat over het ontstaan van de Halloween-pompoen. Jack is niet zo gesteld op mensen die voortdurend zagen en klagen. Vooral niet wanneer het gaat over de geluidsoverlast die hij veroorzaakt wanneer hij met hamer op het aanbeeld slaat. De mensen uit het dorp bewonderen zijn ijzeren meesterwerken. Maar van de luide klank op metaal worden ze gek. Daarom besluit Jack uit het dorp weg te trekken en een nieuwe smidse te bouwen in de Ierse hooglanden. Ver weg van iedereen, diep in de bossen waar het rustig is en hij ongestoord zijn passie kan volgen. Jack brengt vele avonden door op het dak van zijn smidse. Daar heeft hij een prachtig uitzicht op het lager gelegen meer. Zijn gedachten dwalen neer over het leven en het doel van zijn bestaan. Genietend van de laatste zonnestralen die neerstrijken op zijn gezicht. Luisterend naar de wind die door de bladeren ruist. En kijkend naar de schilderachtige kleuren van de lucht wanneer de zon slapen gaat. Elke ochtend en avond galoppeert Jack op zijn trouwe metgezel Adari. Hij doorklieft bossen, velden en rivieren met de snelheid van een speer. Het dier doet zijn naam alle eer aan. Het vertrouwen tussen beiden is groot. Jack vindt het dan ook niet nodig om zijn paard op te zadelen of te voorzien van een bit. Dit schenkt Adari een onbeschrijfelijk gevoel van vrijheid. Hun vriendschap is van onschatbare waarde. Enthousiast laat Jack een hoefijzer wentelen in de vlammen van zijn smidsvuur. Adari, jij hebt hoefijzers nodig. Vanavond trekken we erop uit en gaan naar het dorp. De hengst deinst achteruit, briest en zet zich schrap. Jack kijkt zijn paard geruststellend aan. Het doet geen pijn, mijn vriend. Een flinke Ierse hunter, zoals jij kan vier ijzertjes wel aan. Adari hinnikt en schudt zenuwachtig zijn hoofd heen en weer. Jack strijkt stevig met zijn ruwe smidshanden over de achterzijde van Adari's flank. De hengst ontspant zich en laat moeiteloos zijn linker achtervoet van de grond tillen. Jack klemt Adari's voet tussen zijn benen op zijn lederen schort en bekijkt de hoef. Oei oei, hier is werk aan de winkel, zucht hij. Gescheurde hoeven, daar kan ik geen ijzers op zetten. Hij knipt en veilt tot de hoeven weer zo goed als nieuw zijn. Daarna voorziet hij elke hoef van een warm ijzeren beslag. Adari schrikt van het sissend geluid dat het hete ijzer maakt als het tegen zijn hoef gebrand wordt. Jack slaat nu het laatste hoefijzer vast met hoefnagels. Tevreden trappelt zijn trouwe vriend op en neer. Het is toch wel even wennen. Hoefijzers maken veel meer lawaai op de kasseien dan een gewone hoef. Jack beloont zijn paard met een knapperige wortel en springt als een getrainde acrobaat op Adari's rug. Op naar het dorp!
Melodieën van doedelzakken, violen en draailieren kondigen het Ierse nachtleven aan. Jack zet zijn paard bij de waterkribbe naast de ingang van de pub. Hier blijven staan, beveelt hij. Met de oren naar voren gericht, maakt de hengst een kleine buiging. Hij krijgt nog een wortel en een paar vriendschappelijke klopjes op de hals. Jack kijkt nog even achterom en stapt de kroeg binnen. Jack, dat is lang geleden. Wat fijn om jou te zien, zegt de dikke man op de kruk. Jack, die helemaal geen idee heeft wie deze zonderling is, knikt en hij wuift naar enkele oude bekenden die hem vriendelijk begroeten. Nonchalant hangt hij zijn mantel aan de wandkapstok en gaat zitten aan een robuuste tafel. Achterin de kroeg speelt een plaatselijke band vrolijke traditionele volkmuziek. In al die tijd is er nog niets veranderd, denkt Jack. Hij bestelt een metteglin en kijkt hoe de barman vakkundig de kruidige honingwijn inschenkt. Met een sierlijke beweging plaatst hij de kroes voor Jacks neus op de houten tafel. Drie giechelende dames houden Jack in het oog. Zijn entree is duidelijk niet onopgemerkt gebleven. Ben jij Jack de eenzame smid? Vraagt een dame in roestbruine jurk. Ze draait verleidelijk een haarlok rond haar vinger. Jack is gevleid door de aandacht van deze bevallige deerne. Ja, ik ben Jack de smid, maar eenzaam ben ik niet. Nee, mijn paard houdt me gezelschap en ik hou van rust. Een dame in groene jurk mengt zich in het gesprek. Dan heb jij de poort van mijn vaders landhuis gesmeed. Wat kan jij nog meer smeden? Vraagt ze op verleidelijke toon. Dat zal ik je zo laten zien, my lady. Jack knipoogt en haalt een gesmeden roos uit zijn tas. Op dat moment zwaait de deur met volle kracht open. Kroezen vallen op de grond. Muzikanten lijken versteend. Dames gillen. En een ondraaglijke hitte vult de ruimte. De duivel schrijdt de kroeg binnen. Met zijn holle blik speurt hij de ruimte af, op zoek naar de meest dappere ziel. De spanning is te snijden. Jack voelt de lege blik van de duivel diep in hem doordringen. Een opflakkerende hitte, gevolgd door een vuurzee, maakt de weg naar Jack vrij. De duivel stevend recht op hem af. Ik denk als het goed voor jullie is dat ik eventjes ga stoppen met lezen. Eigenlijk denk ik dat ik niet meer verder ga lezen, want het wordt nu toch wel heel erg griezelig. En ik zou niet willen dat jullie straks niet meer kunnen slapen. Eigenlijk, om eerlijk te zijn, ben ik zelf een beetje bang geworden. Als jullie verder willen lezen en willen weten hoe het verhaal afloopt met die enge duivel en zo, dan kunnen jullie altijd de volgende link, de bijgevoegde link, hier daar een keer op klikken of die intypen. En ik denk dat jullie daar het boek kunnen bestellen als jullie willen. Zo, dat nu gezegd zijnde, ga ik jullie laten en hoop ik dat jullie allemaal nog kunnen slapen. Ik ga mijn best ook doen om te kunnen slapen. Ja, tot ziens, hè. Dag!